We hebben de kooi hierheen verplaatst, omdat het een heel stuk lichter is. Het is warm genoeg, het vriest niet meer. En hier zien de knarretjes andere vogeltjes. Ze hebben het ongelooflijk naar de zin gelijk. Ik heb de ruit even schoongemaakt. Nou, hier zo in het hoekje. Dat weten jullie al, zit een pimpelmees. Die laat zich steeds zien. Oep, daar ging in die. Dus, nou. Gaat wel goed daar met die twee. Wat ik vandaag ga doen, zal ik even laten zien, is het verplanten van deze plantjes. Dit is, nou wat ik al zei, meloen of courgette, weet ik niet meer. We gaan het in ieder geval zien. Er is er al eentje dus met een blaadje. Ik denk dat dat toch iets van courgette is. Maar we gaan het zien. Ik heb er nog meer. Wat ik ook heb, is dit. Dit is een kontje wat ik over had van de prei. Die heb ik geplant. En dit is een kontje wat ik over had van de selderij. Bleekselderij. En die twee die laat ik lekker opkomen. Dat gaat binnen een dag of twee begint dat weer te groeien. En dit wordt geen bleekselderij, omdat die natuurlijk niet onder de aarde zit. Niet afgedekt is, maar het wordt gewoon selderij. Wat heerlijk is in je salade of in je soep. En dat kun je blijven snijden. Dat doe ik nou elk seizoen. En het is het gewoon waard om te doen, want het scheelt gewoon kopen. Nou, de eerste twee ladingen van de eieren hebben we weg moeten gooien. Die waren niet bevrucht. Dat kun je na een week zien, als je met een zaklantaarn in het donker eronder schijnt. De haan zit ook niet heel veel op de meiden. Hij bestijgt ze niet veel. Ik weet niet of hij bejaard is in zijn hoofd. Zo af en toe zien we hem ineens duiken en dan denk ik, dat ei moeten we hebben, wat daaruit komt uit die dame. Maar ja, we gaan het wel zien. De vorige hanen waren een heel stuk fanatieker, maar nou ja, het is zoals het is, toch? Ik kan het niet forceren. Hopla. Dit doen we lekker buiten. Dat doe ik dadelijk ook lekker in de bak. Want daar heb ik er nog meer. Dat ga ik hier doen. Steve neemt extra aarde voor me mee. Hij kwam een aanbieding tegen. Dus ik hoef de stad niet in. We hebben op dit moment te maken met een explosie van besmettingen in Wetlanda. Die cijfers die komen niet op internet, maar die hebben we wel gevonden en gehoord. En dat maakt dat we eigenlijk het liefst helemaal niet meer naar Wetlanda gaan. Als het niet nodig is. He, kleine Indie. We zitten hier goed. Behalve dan dat de Duitse visite in mijn gevoel redelijk opdringerig is. Maar we laten ze niet toe. Dus noods gaat er een lint op me voor, op mijn oprit. Dat ze snappen dat ze niet welkom zijn. De mensen zelf wel, maar het risico wat ze meenemen niet. Zo moet je worden, denk ik, in het nieuwe normaal. Hard, maar ja, wat doe je? Gisteren heb ik het gras een beetje water gegeven. Het is heel erg droog. Er is geen rantsoen. Geen verbod aangegeven. En we hebben die kuil daar waar vroeger die betonnen rand stond, de vuurkuil. Die heb ik ingezaaid. Met graszaad. Het grote voordeel van zoveel tijd hebben op je eigen stekkie is dat de tuin eens een keertje netjes wordt. Die kleine Indie. Er staan hier ook nog een paar. Die ga ik er ook uithalen.
Die. En deze. En hier komen er meer op, zie ik. Deze kan ik dan hier wel sowieso uithalen. Kijk. De aarde is warm. Dat is een goed teken. Zo, even een nieuw potje halen. En dan laat ik jullie zo zien waar ik ze neerzet. Hier heb ik al 8 planten. Ik heb er al een paar weggegeven en beloofd aan anderen. Dus ze zijn niet allemaal van mij. Maar nu kunnen ze groter worden. In ieder geval hier lekker in de warmte. De gember begint hier. Ik weet niet of je het kan zien. Uit te lopen. Deze nog niet, maar deze wel in ieder geval. En dit hier gaat wel leuk. Het ziet er goed uit. Ik heb van de appelboom vlakbij het oude kippenhok heb ik alle waterloten weggeknipt. Alle scheuten naar boven. Dat kan omdat hij nog geen knoppen heeft. Deze leven allemaal. Het ziet eruit alsof ze helemaal niks doen. Maar we zijn hier eenmaal altijd een maand later in Zweden dan in Nederland. Hopelijk kan ik daar nog wat mee. Nou. En dan gaat het voor de rest ook prima met de plantjes hier. Ik moet alleen een beetje uitkijken dat ik geen water geef op de bloemetjes. Daar worden ze lelijk van. Maar hier ook. Ik heb mos uit het bos gehaald. En ertussen gezet. Nou, de lupine komt uit. Nou, dat gaat goed. Het grote voordeel van in je tuin zijn. En niet op reis. Kruif heeft gelijk, met elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja? Dan gaan we ze hier uithalen. Zo, hier ben ik al bezig. Deze bakjes bewaard. Omdat ze gewoon natuurlijk gewoon hergebruikt kunnen worden. Neemt meestal helemaal geen ruimte in beslag in je schuur. Of je balkonkast of wat je dan ook hebt. Zo, allemaal goed. Nou, de tomaatjes zijn nog minuscuul. Maar dat worden wel sterke planten. Omdat ze hier zelfs nachtvorst hebben gehad. Kijk. Zo, 3 stuks. Onmiskenbaar geurtje, dat spul, hè? Ja. Oep, waar ben jij dan? Wat? Waar? Daar. Oh, hallo. Lekker diertje. Ach, gosje, kijk toch een poot van je. Kijk die andere ook nog. Hoor je hondjes? Ja, dat is het zielige hondje dat altijd alleen maar buiten in een kennel zit, de grootte van een wc. Die nooit uit mag. De buren hebben andere opvattingen over huisdieren dan wij. De huveltje. De huveltje. En die hond daar heeft alleen maar de functie van deurbel. Vrije uitloop en genieteieren hebben wij. Hé, hey, papa, ga dus even je best doen. Ja, rot hè? Ja, ik hoor het. Deze hadden we nog.
Die hebben we ingeslagen omdat we dachten, nou wie weet gaan we ooit in het zonnetje zitten barbecuen. Dat is dus nu. Het is ook wel heet eigenlijk. Nu is het ooit. Nu is het ooit. In het land van ooit. In het land van ooit. Ja. Nou, met uitzicht op deze jongens zeggen wij, hou je taai. Ik hoop niet dat deze taai zijn. Ja, maar ja. We proberen. Tot de volgende keer. Bye. Doei.